om kwaliteit te bieden aan de mens natuurlijk, voor de juiste behandeling te geven, dat iedereen eigenlijk recht op heeft, eigenlijk een basisbehoefte te kunnen voltrekken. Meer personeel, zodat de werkdruk vermindert. Minder stress voor mijn mama en haar collega's. Geen besparingen in de zorg. Ik vind persoonlijk dat de druk zit bij onze zorgmedewerkers, maar dat ook de druk zit bij de nevendiensten en de zorgondersteunende diensten. Dus daar vraag ik toch wel een beetje gelijkheid, ook dat die mensen erkend worden in tal van zaken. Om echt tijd te maken voor de mensen is te luisteren naar hen. We moeten heel veel computerwerk doen en daar kruipt heel veel tijd in die we niet kunnen spenderen aan onze patiënten. Om menswaardige zorg te kunnen blijven betalen. Meer handen aan het bed. Om voldoende kwaliteit te kunnen blijven bieden aan onze patiënten. Er moet meer tijd kunnen gemaakt worden voor de mensen. Zorg. We hebben meer personeel nodig om de patiënt nog meer centraal te kunnen plaatsen en om de patiënt nog betere zorg te kunnen bieden. Meer personeel, meer werkvreugde. Behoud van de ADV-dagen. Omdat ik hoop dat iedereen net zoals ik de job van zijn leven mag vinden. Ja. Voor een betere verloning in de volledige sector en ook het behoud van de ADV-dagen. Voor een veilige werkomgeving.